Marije heeft een prachtig idee om haar haar te gaan verven en ik ga het doen. Ik dacht eerst dat ze zei, want we gaan het roze doen. We hebben dit ooit bij toen we 1000 abonnees hebben gehad, hadden we het roze geverfd. En dan een paar highlights. Nu wil ze het onderaan. En ik dacht eerst dat ze gewoon bedoelt van gewoon zo onderaan, maar nu bedoelt ze qua surprise onder. Ja. Oké, ik doe even mijn fles uit, want het is heet. En dan is het tenminste verstopt wanneer ik morgen naar het tallen word. Oh ja, ja, dat is een goed idee. Oké, ik doe even dit staartje in. En dan gaan we beginnen. Ik moest eerst even heel lang zoeken naar handschoenen. Maar eigenlijk moet je mijn haar wel kammen. En dat is heel grappig, want ik heb die kammen. Ik heb mijn haar niet gekamd in fucking 4 dagen volgens mij. Ik heb mijn haar best makkelijk om te kammen. Op de borst is dit natuurlijk. Sorry. Oh my god. Ik moet echt geen kinderen krijgen. I am hurting. I mean, zo ging het vroeger met mama ook hoor. Ja, niet zo. Het is alleen maar dat mijn haar textuur veranderd is toen ik een puber werd, dat het kut is geworden. Oké. Laten we beginnen. Heb je getrokken? Jij hebt wel echt veel. Er kwam er niet van uit, man. Okay, nou, hoe wil je dit doen? Jij moet dit doen. Jij moet het. Weet je wat het is? Ja, vertel. Op zich lijkt het hier alsof ik zelf highlights heb. Ja. Zie je dat niet? Ja, ik weet het. Jij hebt veel highlights. We moeten een rechte lijn krijgen. Wacht, ik heb een voorbeeld. Denk ik, wacht af. Zeg maar gewoon letterlijk een onderkant. En dan wordt het roze. En I mean, het wordt niet zo roze als je hier op ziet. Nee, het staat op de achterkant. Nee, maar zelfs zo roze wordt het ook bij ons niet. Bij ons kleurt het in. Ja, ik kan het hier zien en dat is niet eens de. Dat is niet eens Marije haarkleur, want dat is alleen maar blond. Deze lijn moet je hebben. Dus je weet van mijn oren en dan moet je die lijn hebben. Maar je moet het wel. Ja, maar ja, kijk, ja, die lijn. Ja, nee, want kan kijk, je veel lijnen nee, zijn. Nee, maar kijk, je doet het verkeerd. Kijk, want je moet het vanaf achter hoor. Je moet het namelijk zo hebben. Dit moet allemaal omhoog, want het is een onderkant, hè. De bo- en dan moet je alles gaan vinden. Oh ja, ik zie het ook. Ik zie de lijn. Als jij maar even zo vasthoudt, dan trek ik de dingetjes naar beneden die naar beneden moeten. Dit is het beste wat ik kan maken, denk ik. Ja, ik heb ook nog een ik ga een foto maken. Ja, hier. Oh ja, dat is volgens mij wel goed. Ja, ik heb gewoon heel veel haar, dat is het. Ja. Maar op zich, dit kan wel, ja. Ja, het kan wel. En dan eigenlijk, weet je wat ik dan nog wel? Nou. Gewoon die voorplukjes erbij doen. Oh, oké, ja, dat is goed. Ja, dat is cute. Oké. Okay. Ik ben mijn handdoek geven. Ja, dat was wel van plan hoor. Hallo, ik moet niet alleen. Doe dit ook bij een kappershow. I mean, nee. Nee, dat dacht ik al aan. Ja, maar bij de kappershow komt mijn van haar verven boven als je het mooi wilt. Sorry. Zeg jij nou dat ik het niet mooi doe? Tot nu toe ziet het er zo uit. Het is een beetje naar beneden gezakt, maar. Ja, maar zo is het omhoog krijgen? Nee, zo ziet het eruit. Dat is het lijntje wat ze doen en dan gaan we dit verven zo. Jij moet het doen, hè? Jij moet het op mijn handje doen. Krankzinnig. Hallo. Kijk, prachtig. Hoe gaan we dit doen? In stukjes weer, hè? Nee, je hoeft niet in stukjes te doen. Hey, no, maar ik moet toch wel. Ik moet het wel perfect doen. Ja, aan het einde wel als je redelijk. Ja, 100%. Denk je dat het niet over de datum is? Ik interesseer mij dat. Ik zweer, ik zag eens een TikTok dat iemand. Het is L'Oreal Paris. Dat zou niet mogen. Maar je hebt ook gezegd, hoeveel wil je? Dat weet ik veel. Ja, dat is wel goed, denk ik. I mean, ja, maar vorige keer dacht je ook van. Ah, dat is ook wel. Oh my god, je voelt het wel koud worden. Ik weet niet of je dat kan zien, maar dit is heel rood. I mean, je kunt ze wel aan de andere kant van mee. Je moet het wel ook in de haarlijn doen, hè? Echt helemaal naar boven. Want ik wil niet zo lelijk zoals haar hebben. Dat je het lijntje kan zien. Ja, nee, ik doe het een beetje van. Niet, ik kan niet helemaal tot boven komen. Dus het is een beetje van dat van. Ja, nee, ik vind het echt grappig. Dit is gewoon hoe je je haar verneukt. Is het een hoe beetje lekker een hoofdmassage? Ja, op zich wel, ja. Hoe vaak heb ik mijn haar geverfd? Volgens mij maar 2 keer. 1 keer volgens mij heel donkerbruin, bijna fucking zwart. En de andere keer was het. Dit jaar niet volgens mij. Oranjeachtig. Nee, no, maar mijn haar is wel roze dan je hand een beetje. Ja. Maar je merkt dat je haar naar de gaat, want van hoe, het ziet er nu al dood uit van als je dit al ziet. Volgens mij echt, als je haar niet dood ervan ging, dan zou ik gewoon elke dag een nieuw kleurtje hebben. Dat is ook ongelooflijk. Ik ben echt benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik hoop niet te roze. Van, ik wil dat het roze wordt, maar vorige keer was het ook niet roze. Ja, maar dus als je echt nu, ja, en als je nu meer doet, dan ben ik lul. Heb je nog eens leuke bestellingen? Nou. Nee. Okay. Maar je houdt het heel stil met deze dingen. Ja, maar ik concentreer me heel goed. Ik kan alleen gewoon uren naar mezelf. Dat is heel raar om te zeggen. Nee, dat was een grapje. Soort van. Kijk eens hoe stijf mijn haar eruit ziet hier. Ja. Vroeger wil ik altijd kapsel worden. Ja?
zeg niet iedereen, stroom, juf, kapster. I mean, ik denk als kind wel. Mijn was prinses, maar sure. Oh. Ik dacht niet aan een baan hoor. Vroeger wilde ik altijd kapster worden. Nee, maar vroeger wilde je ook je been brengen. Dus. Ja, ook. Godver. En een beugel krijgen, dat was ook wel verschrikkelijk. Ja, nee, dat is waar gekomen. Dat vind ik wel. Ja, gelukkig is die beenbeek niet waar gekomen. I mean, ik moet rug zo. Oh shit, wacht even. Wat is er? Kira's heeft gedaan. Hoe zit dat met mijn schuld? Jij zit met je tering altijd aan mijn nek. En gewoon, als jij mijn kapperzaak zou zijn, kan je er gelijk uitgevoerd. Nou, hup, hup. Hebben we geen. Nee, we hebben geen speld hier, hè? Ik moet mijn ding even goed hebben, anders. We gaan vasthouden, nou weer. Ik heb er overal kritiek op, hè, met mijn kapperzaak. Hoe gaan we mijn kapperzaak noemen? Heel fucking annoying. Oh. Je kan nu wel mijn tering grote voorhoofd zien. Dag. Ja, joh. Het is echt gemeen. Ik zei niks, ik lacht alleen maar. Oké, komt er maar. Nog twee plukjes. Kunnen we het aan die kant doen? Mozes, ik ga het niet grijpen aan die kant. Ik heb er niet veel. Je hebt wel echt wel veel te klagen. Ja, halleluja meid. Oké, nog één stukje. Komt er maar. Dit gaat sneller dan de andere keer. I mean, ja, omdat de andere keer wilden we helemaal leuk en shit doen. Ja, dat is zeker waar. En nu is het gewoon YOLO. Even kijken hoe dit eruit ziet. Dit is letterlijk gewoon alsof het dood haar is. Het is ook dood haar. Het is shady. Het is letterlijk dood haar. Maar net een blindvis. I mean, ja, maar kijk ook hoe ze kunnen. Zie je dat? Ja. Dat is echt gaaf. Het ziet echt cool uit, ja. Oké, nu. Ik ook met een inktvis bij of zo. Nu moet je de bovenkant doe ik even een beetje. Ja, de baseline even. Ja, je doet het gewoon nog ineens voorzichtig met dat het op mijn huid komt. Jij denkt echt. Nee, het zit er nu toch op. Wat wil je daar doen? Ja, maar yo! Wil je een blaadje hebben om al je kritiek op te schrijven over deze kapperzaak? Hoogstwaarschijnlijk. Ja, heb je elk individueel haartje gedaan? Kijk dan. Oh wow, zo meteen wordt het echt heel roze. Ja. Oké, wacht gewoon even. Moet even. Maat is nu 40. Oké, 5 voor moet ik al wat wassen. We gaan naar de finale. Moet je dit eruit halen? Lief schat, dat kan je er denk ik niet echt uithalen nu. Je kan wel. Hoe ga ik dat doen? Ja, maar ik heb een natuurlijke scheiding en ik heb een gemalen. Haal de knot eruit en dan kan je ze vasthouden. En hou ik zo met je arm je haar tegen als het hierheen komt. En dan moet je je plukjes uithalen. Dat ik zo oef. Ja. Dan heb ik nu natuurlijk niet. Oeh, mooi. Mooi. Chunky scheiding. Ja, dat is cool. En nu is het gewoon, als dit lelijk wordt, dan heb ik gewoon weg. Ja. Je kan niet veel lelijker zijn dan je eigen kop. Pardon. En alsjeblieft, kijk uit naar de fucking of hem. Ik wil niet roze zijn morgen. Nee? Ik vond het wel leuk. Als er een groene alien is, dan roze alien. Nienke. Nee, het zit er nog niet op. Niet haten voordat je hebt het niet eens. Het zit achterin mijn haar. Ik zie het letterlijk zitten. Ja, dat maakt niet uit. Je moet wel een beetje beter inwerken daarboven. Ja, jij wilt niet dat ik je fucking kop roze maak. Nee, maar je kan wel. Als je het omhoog doet, dan kan je het altijd meenemen. Maar je mag met hoofd uit wel een beetje aanraken. Maar gewoon niet mijn voorhoofd. Kut. Nu blij. Ja, ik vind deze ook cute. Hier, hop, tegen je gezicht dan. Oké. Andere kant. Kijk dan van hoe vol dit was en dan. Ja. Ga je nu mij de schuld geven hoe je haar valt als ik dit smeer? Wat is. Ik zie. Nou. Ja, zie je dit niet? Ja, Nikki, dat fucking zie ik. Ik zie nog wat we weer aan het doen zijn. Jij wilde het. Helemaal niet. We hebben een video nodig. Nou, dan offer ik mezelf op. I mean, het verf moest op. Volgende keer doen we jou. Kan de handschoentjes weg? Nee, maar een knuffel geven. I don't know. Doe ze even kan je ze bij elkaar doen. Van even naar voren. Ja, gewoon bij elkaar kieven. Alsof je aan het kan bent. Oh my god, het zit tegen mijn voorhoofd. Oké, nou weer splitten, want ik wil niet tegen mijn neus. Ja, jij wil, waarom moest ik het ook doen, man? Omdat het dan beter verdeeld is. Waarom heb ik een knik aan de onderkant? Weet ik het erin. Wat de heck, man. Dat je mij de schuld geeft van deze dingen. Je lijkt eigenlijk op een heks nu.
Sorry, ik ga het even laten zien in de camera. Ja? Het voelt zo stijf, dit. Je bent klaar, hè? Ja, denk ik. Ben ik klaar? Oh, kijk, het krult wel. Zie je dat? Ja. Oké, ik laat het zien met de camera. Op camera kan je het echt heel slecht zien, maar ja. Het is heel roze. En je kan het op de fucking handdoek zien met mijn keel. Ja. Kijk eens, dit lijkt godverdomme hikkie, maar ja. Moeten we nu afspoelen, ja toch? Nee, 15 minuten wachten. Oh. In welke wereld ga je het gelijk afspoelen? Ja, dat weet ik ook niet. Dus we gaan even 15 minuten wachten, zoals Marije zegt. Ja, 5 voor dat en dan... Ja. Het ziet er wel cool uit. Dus voor, ik weet niet of de camera het kan zien. Denk het wel op de edit ook zeker. Maar hier kan je het helemaal zien, het verschil. Oh ja, nu kan je het nog veel beter zien. Ja, maar nee, ik vind het krulletje wel fijn deze. Ja, dat is cool, hè? Ben je er blij mee? I mean, niet echt. Ja, dat weet je nog niet. We gaan het zien wanneer mijn haar optrok. Omdat mijn haar natter ziet helemaal. Oké, het is 15 minuten later en we gaan... 15 minuten, ja, nee, sorry. En we gaan het haar uitspoelen. Ja, ik zet jullie hier neer op onze prachtige, hoe noem je dit, statief. En ja, dan gaan we haar lekker uitspoelen. Ik ga dit gewoon even behouden. Dat weet toch helemaal niet, man. Nou, ik doe het gewoon overheen. Ja? En dat zo, het is echt heel roze. Het is net een hek. Ah! Koud! Stop! Zo kijk dat roze eraf komt. Oh, hell no, bitch. Oké, dit is heel koud. Stop! Ik doe niks! Stop, nee, even serieus, stop. Ik doe niks! Ik kom echt wakker. Ja, maar ik kan het toch niet meer waar, dus ik heb sokken aan! Oké, wacht, mag ik dat niet? Oh nee, we gaan in het dingetje. Hij vliegt over het dingetje heen. Wat? Ik kan niet mee. Wacht, hou het ding vast. Ik doe mijn sokken uit, want dit gaat helemaal niet goed. Oh, ik doe mijn jongen. Jij bent veel te lui om dit te doen. Wat een slechte kamp ben jij. Oh my god, ik kom echt heel veel van. De wagen om dat ding op mij te doen. Nee, doe niet man. Oh, bijna doe ik jou. Oh, the fuck, Nieke. Dat is hier ook aan vast. Kast, ja. Hey, brutaal. Dit is zo moeilijk. Ik kan het ook doen, hè. Ik sta hier. Ja, nee, ik moet even wachten. Dus nu ga je douchen en haren wassen? Nee, ik heb haren gewassen. Oh, dus je gaat alleen douchen? Ja, want haren wassen moet je nooit echt misschien. Nee, ja. Ik op een gegeven moment, jij toen ik zeg maar zoals jou als een hond bewoog, maar ja. Je was me aan het waterboren, man. Mijn neus zat vol met fucking baden. Ik kon niet ademen, mijn ogen traanden overal. Dus. Tot zo bij het eindresultaat. Het is bijna 8 uur en we hebben al avond gegeten en zo. En ja, de voorplukjes kan je echt heel goed zien volgens mij. Een soort van... Ja, wow, dat is echt cool. Maar het is niet letterlijk roze. Ik weet niet wat voor... Ik vind het wel roze. Die voorplukjes zijn sowieso roze. Het is niet hot pink. Nee, niet op die foto, nee. En dan hebben we de achterkant. Dat laat ik wel zo zien. Kijk, je kan achter niks zien. Maar als je... Oh, je kan hier wel een beetje zien. Maar als je vlechten doet, zie je het nog beter en zo. En de staart ook. Van, zou het zo, kan je het zo wel zien of niet? Ja, aan de zijkant meer. Wacht, hier zitten geen lichte dingen. Waar was de lijn dat we hadden gedaan? Ja, daar ergens. Ja. Ja, de lijn die wij hadden gedaan was ietsje... Nee, ja, dit is hem een beetje. Zo, ja. Zo kan je het heel goed zien. Lijkt het alsof zo die snee dit komt door het licht. Kijk dan, niet normaal. Wat wil je de volgende keer doen dan? Ik? Waarom moet mijn haar opgeroepen worden? Oké, volgende keer wordt mijn haar. Ik ben er geen krul in de haar. Oké, dan doen we volgende keer dat mijn haar roze wordt. Wat denk je dat bij mij een goede optie is? Dat is wel... Misschien, ik weet het. Misschien, van omdat je je haar heel vaak zo hebt, van dat je deze dingen doet. Van
Deze. Omdat je heel vaak zo hebt en dan zie je ze zo hieruit komen en dan hier zo. Ja, gewoon een lijn soort van een highlight. Even sorry, ik moet even je haar even. Ik kan er echt niet tegen dat jij in mijn kamer bent. Nee, ja, sorry. En je doet dat niet. Ja, ik vind het echt leuk zo staan. Ik kan ook zo hier zien dat het roze zo meeneemt. Zo, hier om het hoekje zo, daar. Oh ja, van hier, deze. Dat is echt leuk, ja. Ja, ik vind het echt mooi. Top, high five. What the fuck was dat? Auw, fuck. Oké, hoeveel sterren geef je mij een prachtige kunst, wat ik met je haar heb gedaan? Een 8,7. Oh, daar ben ik wel blij mee. Maar ik ben teleurgesteld dat het niet verder is. Oké, maar dat is niet mijn schuld, dat is verf schuld. Ik vind het wel cool zo. Ja, nee. Het is echt goed gelukt. Dus, abonneer, like. Dit was de video weer. Wow, ik kan nu helemaal zien dat je zit zo erg. Als je het zijwaarts hebt. Ja, dat is cool. Toedels.